Dames en heren, hartelijk welkom bij deze Disneycraft special. En vandaag... Wat? Ines, jij bent het! Hallo! Je tikte me aan op mijn schouder en... Oh, heb je deze taart voor mij gemaakt? Misschien. Oh, misschien. Dus geen ja en geen nee. Oké. Nou ja, goed. Bedankt in ieder geval. Ja, ik weet niet. Maar Ines, kom mee. Want ik ga jou wat vragen. Net als vorige keer hadden we Stefan gevraagd om te zoeken naar... Nou ja, zoeken. Hij wist het. Maar ik ga met je mee om te kijken naar je favoriete Disneycraft plekje. En jij bent de tweede bezoeker. Nou ja, eigenlijk een VIP, hè? Oh nee. Je bent wel VIP geweest, toch? Ik ben het nog steeds. Ik heb voor altijd. Oh, toch wel? Oh, je hebt nog een. Oh, je zit op een andere PC. Sorry, ik zag jou. Ja, je hebt nog geen VIP op onze Teamspeak. Want dat krijg je namelijk ook als je een VIP-rank koopt. Op Teamspeak bij ons krijg je een speciale VIP-rank. Waarin je dus in andere kanalen kan. Speciale VIP-kanalen. Leuk om te weten misschien. Maar ik zag het nog niet aan je naam. Sorry. Ines, jij bent VIP voor altijd. A very important person. Voor de mensen die niet weten wat VIP betekent. En Ines. Jouw plekje mag je nog niet verklappen. Misschien heb je wel een kleine hint. Nou ja, ik kan niet echt heel snel een hint bedenken. Oh, oké. Nou Ines, dan ben ik heel benieuwd waar we naartoe lopen. Ik moet eigenlijk jou achtervolgen, dus ik ga achter jou aan. Loop maar door. En dan kom ik achter je aan. We gaan richting het kasteel. Je kan hier trouwens heel hard gaan, want er ligt ijs hier beneden op. We hebben het namelijk heel erg glad gespoten, de tegels. Waardoor je dus wat extra harder gaat bij dat stukje. Ik zie, oh, is het weer die beer? Zit hij er weer in? Nou, Jelly, volgende keer dan neem ik jou al mee, ja? Dan ga ik jou vragen wat jouw plekje is. Het zal weer een beer. Ik dacht al, wat stinkt het opeens? Ja, het zal weer een berenbos zijn natuurlijk, ja. Waar hij heen gaat. Of de kabouterrit of zo. Kabouterbos, dat lijkt me vooral een plek voor hem, niet voor... Nee, ja, inderdaad. En daar hebben we Stefan. Stefan, ik heb jou vorige keer al meegenomen. Oh, wat leuk. Stefan is er ook bij. Stefans plekje was namelijk de Jungle Book bij de apies. Leuk, hè? Oh ja, maar daar hoor jij goed thuis. Wie kijkt ook? Oh, je kijkt wat schil. Oh, bedoel je Mickey? Oh, ja, Mickey. Dat vind ik daar ook. Hè? Mickey Mouse hoort daar ook wel bij. Ik weet niet hoe je daar opeens op komt, Ines. We gaan wel door. Ik volg je. Jij mag verder. Oh jee, we gaan de trap af naar beneden bij het plein, Warpplein, komen we uit. En we gaan richting de cars, heb ik het idee. Of we kunnen nog richting het reuzenrad. Het is aan Ines de taak om te kijken welke kant we opgaan. En ik ga gewoon een klein beetje gokken. Ines houdt namelijk wel van het... Ja, ze heeft een skin van Alice in Wonderland. Dus ik denk dat er wel... Er is een Alice in Wonderland attractie in de maak. Alleen daar kunnen we niet lopend naartoe, omdat het afgezet is, omdat het in een sprookjesgebied is, wat nog niet helemaal open is voor bezoekers. Ik weet niet wat ze dan nog heel leuk vindt. Ik geloof dat je wel Space Mountain heel leuk vindt. Klopt dat? Ja. Oh, kijk. En nog een vraag, Ines. Wat vind jij nou je favoriete attractie in het hele Disneycraft Park? Mijn favoriete attractie? Ja. Nou, eigenlijk... Ja, hij is nog niet af, maar mij lijkt de Ariel heel erg leuk. Oké. Spannend. De kleine zeemermin, ja, inderdaad. Oftewel, hij bij ons Ariels onderwateravontuur. Een hele mond vol, ja. In het Nederlands. Er staat ook hier dadelijk op bordjes aangegeven hier. Kijk, Ariels onderwateravontuur. De linkerkant op. Ik ga jou volgen nog steeds. Waar ben je? Even kijken. Oh, je schiet daar naar voren naar het souvenirswinkeltje. Haast, waar ze... ik heb haast. Oh, je hebt haast. Oké, ren maar door. Ah, nee. Hier komen we inderdaad aan de rechterkant. Prachtig gebouw door Jens gemaakt. Dit is ook allemaal nieuw gebouwd met deze paden en deze natuur. Hè? Het ziet er fantastisch uit. Ik ben ook heel benieuwd. Het is een dark ride met karretjes. Meer kan ik niet over zeggen. En het wordt fantastisch. Het wordt iets nieuws namelijk. Een hele nieuwe dark ride. Met nieuwe elementen erin. Spannend. We gaan richting... Ik denk dat we richting het Sprookjesbos gaan. Volgens mij gaat dat goed komen. Je hebt een hele leuke route gedaan. Zo een beetje om het water heen hier. Oh, en hier deze winkel wordt niet eens bediend door iemand. Nou, dan zal die even op vakantie zijn misschien. En we gaan hier naar binnen en we komen aan bij Walt Disney. Ik ben wel erg benieuwd waar we naartoe gaan, Ines. Ja? Gaat u maar door. Mooie boom. We gaan naar langs, even kijken, de ingang van de quiz. En even kijken. Oh.
Wacht eens even. Zijn we op jouw favoriete plekje? Ja. Oh, wat gaaf. En dat is eigenlijk best toevallig. Want ja, dat ben jij. Ja, ik lijk op, hè? Je lijkt er inderdaad op. Volgens mij... Ja, volgens mij ben je dat ook gewoon. Ja. Wat super gaaf. Dit is inderdaad een heel leuk plekje. Dit staat er al heel lang. Want dit was het gebouwtje wat ik met Robbie heb gemaakt. Ergens in een hele jonge aflevering van Disneycraft. Heel erg oud is dit. Heel erg oud. En toen waren we nog een beetje bezig aan dat dak en zo. En dit werd er toen binnenin gebouwd. Ik weet niet door wie dit werd gebouwd. Excuses als ik dat niet weet. In ieder geval... Ja, dit is het rotdak. Ja, dit is het rotdak. Ik denk dat Robbie dit misschien al heb gemaakt. Nou, twee schilden en we zien hier de Queen. En Alice. Nou, Ines. Mag haar niet echt hoor. Nee, dat snap ik. Beetje ja, daarom ga ik een beetje achteruit. Ja, snap ik. Nou, hier staan we veilig. Hier op de trap, denk ik, hier zo. Bij de makkelijke niveau van de quiz die nog niet is afgemaakt, kunnen we misschien wel even schuilen. Maar ik ben sowieso van makkelijk. Ja, ga je de makkelijk snel eerder doen dan de moeilijke? Ik ben echt van makkelijk hoor. Oké. Oh, top. Nou, Ines, bedankt voor het meedoen. En ik ben benieuwd naar de volgende kandidaatbezoeker die dan laat zien wat zijn of haar favoriete plekje is in Disneycraft. Bedankt, Ines. Doei, doei. Doei, doei.